En ja, je moet het even dicht doen, want het is. Uh, een heerlijk regentje valt op ons neer. Mogen we nog even een, een, een niet-politiek correcte opmerking maken op dit punt? We zeiden het al. Wat een zegen, zo'n lullig wintertje. Hè? Heerlijk, nu wel en, ja. Maar een paar weken geleden. Klim... We het gaat er dan meteen overal staat dat het allemaal aan de klimaatopwarming ligt. Over de lange termijn ja, is dat zo. Loopt het langzaam op. Goed, we zullen zien wat de uiteindelijke effecten zijn. Wat het nog even over maar de... voor de bejaarden is de milde winter, die volgens iedereen het gevolg is van de klimaatopwarming, een onbeschrijfelijke zegen. Heerlijk. Ja. Het klinkt egoïstisch, ik kan er niks aan doen, maar het is wel zo. Heb je niet die uh, skipistes gezien in Frankrijk? Ja, dat, maar dat werkt enorm op mijn lach. Maandverband skiën noemen ze dat. Ik wist niet dat het zo genoemd werd, maar nee. er was één streepje, was, daar lag nog wat sneeuw. <laughs> Ja, het is. Uh, ja, ze hebben van die sneeuwkanonnen die ze erop gezet hadden, toch? Ja, dat ja, de... Er zijn natuurlijk massa's dorpen die, die, die leven van dat seizoen, van die drie maanden dat de sneeuw ligt. is er dan geen sneeuw, dan zijn ze volledig de sigaar. Dan gaat iedereen failliet. Ja. En de horeca, al die leiden die die chaletjes <laughs> verhuren, de hele Sante Kraam gaat op de fles. Ze gingen nu met mountainbikes gingen ze aan de slag. Om dan toch nog maar iets ervan te maken. Ja, het is wel een grote treurigheid. Ik heb nooit iets in wintersport gezien. Mijn vrouw ging altijd, die vind, vond het leuk, kinderen vonden het ook leuk, hoewel mijn dochter haar twijfels had. Dus mijn vrouw ging altijd met de kinderen naar de wintersport. En jij bleef lekker thuis. Ja, ik bleef heerlijk thuis. Maar waar het ook altijd dit soort van weer was. Grijs, hmm. een beetje regen. Ja, ik heb een ontzettende hekel aan vorst. Aan sneeuw, aan ijs. En dan ga je dus dik betalen. om ergens naartoe te gaan. waar vorst, sneeuw en ijs zijn. Nou ja, dat, dat is toch onbegrijpelijk?